danke, Bas, und welche mehr vor. Xavier Garcia Elias! Hallo, iedereen. Ik ben Xavier Garcia Diaz. En mijn achternaam is wel even exotisch als mijn herkomst. Ik kom uit Brussel. Ja, ik ben daar geboren en getogen. Ook aangerand en kapotgeslagen. Maar ja, wie niet, hè? Nee. Ik heb geen spraakprobleem. Ik ben gewoon Franstalig opgevoed. Allee, opgevoed. Shout out to my mommy. Dag mama, het is in de zaal. Waar was hij eigenlijk tijdens gans mijn jeugd? Waarschijnlijk achter onze paanzoek in de cafés. Ja. Mijn zusje is hier ook, geil. Onze geilijke. In onze geburen is ze wel een BV. Bekende vagina. Ja, ze is de trots van de familie. En haar Playboy shoot. Tof. Ik ben een jonge vader van een 4-jarige dochter. Want het is niet elke dag gemakkelijk, omdat die kleine Loek geboren is met een afwijking. Ja, ze heeft de karakter van haar ma. Ik heb last van woedeaanvallen. Dus voor dat te kunnen kanaliseren, heb ik een fightclub opgericht. Momenteel zijn we nog maar met 2 leden. Ik en mijn vrouw. Zo, ik mag er eigenlijk niet over spreken. Ik ben 30 jaar en je ziet, de lichaam takelt af. Vroeger had ik een sixpack, nu heb ik een jupiler vat, waarvan de leiding niet vaak genoeg wordt afgetapt. Ja, mijn dame, met aftappen bedoel ik pijpen. De bal ligt in uw kamp. Ja, ik moet wel even iets zeggen, ik ben keihard over kans mijn lichaam. Super sexy is dat niet. Precies zo'n zwart persisch tapijt zo. Dus daardoor scheer ik ook mijn schaamhaar niet meer. Dat contrast, dat was te neig. Dat was precies klein duimpje met leukemie. Nee, dat is fout. Ja, je weet het, je wordt ouder, dus ik ben wat gaan beginnen sporten. Ik heb dus meegedaan met de laatste flitsmarathon. Ja, ik was zo goed dat ze zelf een foto van mij hebben gepakt. Ik heb ook een uitnodiging gekregen van de Rinkbank. Ik was zo goed bezig, ze wilden mij persoonlijk feliciteren, dus ik kom daartoe op de Rinkbank. En de rechter riep: ah, meneer Garcia Diaz, u bent crimineel goed bezig. Ik dacht aan mij, die is grappig, heeft hij een clown afgezuigen of wat is dat? Dus ja, bon, die smeerlappen, die wilden daar even mijn rijbewijs afpakken. Bon, chance dat ik er geen in heb. Dat is echt niks, hè. Dat is echt niet normaal. Op school was ik nooit een uitblinker, echt nooit. Ik heb wel nog iets dat ik over heb gepakt van school. Ik heb ooit eens de lakens kunnen delen met een leerkracht. Meester Luc. Hij heeft niks van mij. Met mijn achternaam dacht ik altijd dat ik een verre neef was van Zorro. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn zweepfetisch. Dat is goed, want mijn vrouw heeft juist 50 Shades of Grey gelezen. Er is niks leukers dan uw vrouw te slagen met haar toestemming. Fantastisch. Ik hoop dat het een goed idee was dat ik hier voor jullie vanavond ben komen optreden, want mijn laatste formidabel idee dat was echt een zware teleurstelling. Dat ik had toen voor de Pater Damiaans-actie in Brussel ukuleles ingezameld en gedoneerd aan de lepra-kindjes op Molokai. Maar ja. Zonder vingers kun je niet tokkelen, hè. Dan die paar kindjes die nog wel een paar vingers hadden. Na 5 minuten alles weggetokkeld. Ik vergeet dat beeld gewoon nooit meer. It doesn't go! Het zal wel zijn, it doesn't go. Maar stop er nu maar even mee. Wat is jij die kap aan het maken van die polletjes? Spijtig dat ik geen ajuin mee had. Een broodje préparé is altijd lekker, hè?
Allee, op deze fijne noot. Ga ik afronden. Leuven, jullie zijn de beste, echt waar.